Kleine boeren die tot 30 hectare beplanten, zullen per 1 november een voorfinanciering ontvangen van het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness Nova. Als onderpand zal de oogst dienen, terwijl er in elke polder een coöperatie zal worden opgericht die mede verantwoordelijk zal zijn voor de aflossingen. Verder moeten de boeren een bijdrage leveren voor een op te zetten spaarfonds waarmee inputs en machines gekocht zullen worden. Deze besluiten zijn afgelopen zaterdag genomen tijdens een vergadering door het ministerie van LVV en NOVA. De behandeling van de strafzaak tegen de verdachten G. Kromosuto, G. Hewaki, B. Jurgens, R. Putter, J. Ten Bergen en W. Sarjo is op 7 juli voortgezet door de kantonrechter. De verdachten Putter, Ten Bergen en Sarjo waren afwezig. De zaak stond voor requisitoire van de officier van justitie, meester R. Gravenbeek. Advocaat Dugua heeft namens alle verdachten een verzoek tot wraking van de kantonrechter voorgedragen. Met betrekking tot de wraking voorgedragen namens de verdachten tegen wie verstek is verleend, heeft de kantonrechter beslist dat deze verdachten niet ontvankelijk zijn in hun wraking. Met betrekking tot de wraking voorgedragen namens de verdachten die zijn verschenen, Kromosuto, Hewaki en Jurgens, heeft de kantonrechter geoordeeld dat de wraking niet gegrond is. De zaak is uitgesteld na de zitting van 14 juli. De zaak staat op die dag voor het requisitoire van de officier van justitie.